super goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Zo lukt het Loesje. Mijn naam is Loesje. Dat is wel handig, hè, als het dan mijn programma is dat ik het ook ben. Ik heb een vraag gekregen van Peter en ik wil je nog even uitleggen. Als jij een vraag hebt, mail ons, app ons, zet het hieronder. Dan ga ik ook van jouw vraag een leuk filmpje maken. En Peter die vertelde in zijn bericht dat hij volgende week gaat kamperen. En hij vroeg zich af, Loesje, heb jij nou nog een leuk tof recept wat je in één pan kunt maken op de camping. Want je hebt natuurlijk meestal één zo'n wiebelig gaspitje staan en niet al te veel ruimte. Dus natuurlijk, Peter, hebben we dat. Ik heb een paar leuke dingen bij elkaar gezocht en we gaan een lekkere Mexican mac and cheese maken. En het is best wel een Amerikaanse recept eigenlijk, maar wel heel erg lekker. Het is een éénpanner. Het is net weer eventjes iets anders dan chili con carne, maar het lijkt erop. Maar er zit dan pasta doorheen in plaats van dat je rijst bijvoorbeeld nog moet koken. Dus laten we aan de slag gaan. Lijkt me een goeie. Ik heb een pannetje hier aanstaan. Eventjes een beetje vuur eronder. Doe wat olie alvast in. Ik heb hier druivenpitolie, maar je kunt ook gewoon zonnebloemolie gebruiken. Of een lekkere jonge olijfolie. Dan ga ik eventjes een beetje verbouwen hier. 2 tenen knoflook. En ik heb er eigenlijk voor gezorgd dat we wat ingrediënten gebruiken die je in je tent ook prima kunt bewaren. Zoals bijvoorbeeld macaroni, hè, de gedroogde pasta. Maar ook wat blikjes met mais bijvoorbeeld. En wat heb ik hier? Kidneybonen zitten ertussen. Kikkerertjes. Die kun je prima gewoon in een blikje in je tent zetten. En het enige, of uienknoflook natuurlijk ook, en kruiden. Het enige wat je dan even vers moet halen is wat kaas en wat gehakt. En een beetje peterselie. Dus de rest is eigenlijk in principe een beetje uit de voorraad koken. Oh, er zit nog een velletje aan. Ik hak eventjes die knoflook. Doe ik gewoon wat grof. Ik hou wel een beetje van grove structuur in mijn eten. Je kunt natuurlijk ook zo'n knoflookpersje meenemen. Maar ik weet niet of je dat inlegbakje nog kan vinden na een week in een tent kamperen. En als jij nog een leuk idee hebt voor wat je kan maken op de camping, laat het hieronder eventjes weten. Dan inspireer je ook de medekijkers. Misschien heb je een goed plan. Of heb je een leuk recept op Smulweb staan, kan je even de link delen hieronder. Nou, uitje pellen. Doe dit allemaal lekker op je eigen manier thuis natuurlijk. Je hebt hier 100.000 manieren voor. Dit is een shallot. Een best een grote, een banaanshallot. Je kunt ook een gewone ui gebruiken waar je zin in hebt. Zo. Hup. Nou, dit gaat allemaal tegelijk in de pan. Er zijn ook natuurlijk heel veel verschillende ideeën over dat je bijvoorbeeld eerst de ui en dan de knoflook moet doen. Maar wat we gaan doen is het niet al te bruin maken. Want dan gaat het gehakt er namelijk al bij. Dus ik fruit het gewoon eventjes aan en dat kan prima tegelijk. En dat was het eigenlijk al wel weer voor het snijwerk. Dus dat is ook mooi, goed om te weten. Zo. Ik heb hier al een pannetje staan zoals je ziet. Ik wil jullie zo meteen het eindresultaat natuurlijk laten zien. Maar ik ga eerst eventjes showen hoe je dit doet. Zo. Ik heb hier wat runder gehakt. Ga ik erbij doen. En dat gaan we even rullen. Nou, dit kan allemaal prima dus in één pan. Zometeen ga ik je laten zien hoe je dat precies moet doen. Het enige wat ik nu even andersom doe voor de tijd, is dat ik wel wat gekookt water uit de kraan ga halen. Dat heb je natuurlijk niet op de camping. Maar ik zal je vertellen hoe je dat dan moet doen. Oké. Dit laten we even lekker rullen. Nou, wat ik dan ga doen, ik heb hier 2 kippenbouillonblokjes. En die ga ik eventjes oplossen in wat heet water. Maar als je dat nou op de camping doet, wat moet je dan doen? Neem gewoon wat water of kook bijvoorbeeld eerst een pannetje water, zodat je alvast wat warm water hebt. Dat zet je weg in een maatbeker. Die blokjes kun je gewoon hierin verkruimelen. Dat kan ik nu ook trouwens wel doen. En daar gaan we dan zo het water bij doen. En warm water is natuurlijk sneller gekookt dan koud water, maar je komt er sowieso wel. Dus dat gaat helemaal goed op de camping. Hier voor de snelheid eventjes wat met gekookt water. Patricia zegt dat je ook wraps met zalm en roomkaas kan maken. Oeh, Patricia, goed idee. Zalm en roomkaas wraps inderdaad. Nou, dan hoef je helemaal niet te koken op de camping, is ook wel lekker. Zeker een goeie. Oké, gehakt en bouillonblokjes even geruld. Daar gaat dan dat hete water bij. Zo. Het is ongeveer 1 liter. Ja, ik heb 1 liter gebruikt. Daar gaat een blik gepelde tomaatjes bij in blokjes.
Zo. Zet het vuur iets hoger, want we willen het nu wel aan de kook brengen. Ik heb hier een mix van mais, kikkererwten en kidneybonen. Gewoon van die kleine blikjes heb ik gebruikt. Zo. En dan ga ik dan nog wat kruiden aan toevoegen. Ik heb hier wat komijn. Dat maakt altijd echt die chili smaak. Goede theelepel erin. En wat chili vlokken. Zo. Nou, dit moet even gaan koken. Of in elk geval een beetje mooi ze aan de rand bubbeltjes gaan maken. Kijk, nou, als je dit al door elkaar hoort, dan zie je al een beetje de verschijnselen van de chili con carne die je kent. Maar dan is het nu nog soep. En dat is natuurlijk omdat we hier nog pasta bij gaan doen. Dat heeft natuurlijk wat vocht nodig om te kunnen koken, om te garen. Dus het ziet er super goed uit. Het gaat de goede kant op. Ik wil even wachten tot er een beetje belletjes komen. Zo. Nou, en als jij nog een leuke recept hebt voor op de camping, laat het ons zeker weten. Want bijvoorbeeld die wraps met zalm en roomkaas, heerlijk. En ik heb ook wel eens gehoord van campingkost. En dat was dan iets met rijst en knakworstjes erdoorheen. En, nou, ik weet niet precies, misschien dat jij het weet. En nou, er zullen vast nog wel meer eenpansgerechten zijn of dingetjes die je heel makkelijk kunt maken op de camping. Laat het ons hieronder eventjes weten, vinden we leuk. En ook als jij nog een vraag hebt of een leuk idee van wat ik moet laten zien, hoe het mij lukt, laat het ook eventjes weten. Je kan een bericht sturen of hieronder natuurlijk even wat kwijt. Nou, je ziet hier dat aan de randjes begint het dan lekker te koken. Dat is heel erg mooi, want dan gaan we daar namelijk de macaroni bij doen. Ik heb gewoon elleboogjes macaroni. Dit is namelijk echt zo'n mac and cheese-achtig ding. Dat maak je altijd met die elleboogjes. Maar je zou eventueel ook andere pasta kunnen gebruiken. Die doen we erin. Huts. En het roeren we even door. En dit wordt dan uiteindelijk een eenpansgerecht. Dit moet je gewoon even met een deksel erop laten pruttelen. Ongeveer een kwartiertje. En dan is dat klaar. En wat je dan krijgt, ga ik je zo laten zien. Maar we gaan eerst eventjes een beetje extraatjes maken voor bovenop. Ik heb hier wat platte peterselie. Dat doe ik even op een propje. Als je nou geen ruimte hebt om te snijden, kan je het ook gewoon plukken natuurlijk. Je moet wel wat keukengerei meenemen natuurlijk naar de camping, hè, als je wat wil koken. Zo. Beetje grof gehakt. Aan de kant. En ik heb wat cheddar kaas, want dat hoort natuurlijk echt bij die mac and cheese. En bij dat Mexicaanse mac and cheese kan het ook prima. Maar ik heb wel de echte cheddar gekocht. Dus niet van die enge plakjes die je op je hamburger moet doen, maar gewoon een stuk kaas. Even raspen. Nou, je ziet al. Een carbonara saus. Een carbonara saus, ja? Dat is ook. Wat zegt ze, sorry Joël? Een carbonara saus. Ja, dat kan ook. Ja, Sharon, heel goed. Of Sharon. Dat is natuurlijk ook een hele simpele, goeie voor op de camping. Lekkere carbonara. Heerlijk. Wie houdt er niet van? Zo. Dit eventjes aan de kant. Nou, je ziet hier al dat in deze pan, daar begint het al lekker te koken. Af en toe roer je dat even door. Nou, je ziet hier heerlijk eigenlijk de chili al ontstaan. Alleen ja, je ziet dat de macaroni nog niet gaar is. Nou, heb ik dus al een pannetje voor gemaakt. Die ga ik je even laten zien. Zo. Dit is dan het eindresultaat. Dit gaat dus gewoon in één pan zo. Hoe lekker is dat? Kaas. Een groot gedeelte. Met een beetje peterselie. Alvast er doorheen roeren. Zodat dat goed kan smelten. Kijk eens hoe lekker smeuïg, jongens. Oh. En het ruikt lekker. Mm. Heerlijk. Zo, de rest van de kaas er overheen. Jullie was zo bang dat er geen kaas was. Ja hoor, er zit gewoon kaas bij. Geen ellende hier. Het komt allemaal goed. En een beetje peterselie nog weer erbovenop. Nou, wat je dan doet als je bijvoorbeeld met je kids lekker aan het kamperen bent. Doe de deksel er nog even op. Dan roep je tegen iedereen. Eten! Heel hard. En dan smelt de kaas die hier nu op zit ook nog eventjes. Dan pak je een paar van die lekkere plastic borden bij elkaar. En je plastic bestek. En dan kunnen jullie aan tafel, aan het wiebeltafeltje zo heerlijk genieten van deze eenpansmaaltijd. Kijk, zie je, het begint al een beetje lekker te smelten.
Nou, het recept hiervan zetten we natuurlijk zometeen boven de video. En als je het een leuk filmpje vond, kan je nog even een duimpje geven of een hartje of een lachpoppetje of iets anders leuks. En we zien jullie morgen natuurlijk heel graag weer met een hip nieuw recept. Gaat het me goed komen? Tot morgen!